What up YouTube? De Pokémon Direct over Pokémon Sword and Shield is net afgelopen. En ik ben zo hyped. Laten we gewoon gaan checken wat er allemaal is aangekondigd. Allereerst de animaties. Heb je dit gezien? Heb je de stijl gezien? Ik vind de stijl echt onwijs mooi. Ik ben zo blij dat er een nieuwe Pokémon RPG op de Nintendo Switch uitkomt. En in deze stijl, wauw. We hebben een vrouwelijke Pokémon professor, Professor Manolia. En haar dochter die je gaat helpen, haar assistent, dat is Sonja. Ik vind het wel tof dat er nu soort van twee vrouwen de meest slimme mensen zijn in de hele Pokémon wereld. Uiteraard zagen we Grookey, Sobble en Scorbunny weer. Wie is jullie favoriet jongens? Ben je Sobble Squad? But, ben je grooky Gang? Of ben je gewoon Team Score Bunny? Ik kan nog niet kiezen. Ik vind ze allemaal tof. Ik had verwacht dat we nu de evoluties van de starters gingen zien. Maar die hebben we nog niet gezien. Maar we hebben wel wat anders gezien: De Legendaries. En snappen jullie nu waarom ik mijn baard laat staan? De legendarische Pokémon uit Pokémon Shield: Zamazenta. Die heeft gewoon een baard als schild. Deze Pokémon is voor mij gemaakt. Ik ga mijn naam veranderen: Zamarikachu. Rikazenta. Dit is toch vet? Deze Pokémon is echt voor mij gemaakt. Dus nee, ik ga mijn baard niet scheren, jongens. Zamazenta is de reden dat ik die baard heb. Maar serieus, Zashian? Jij ziet er ook een partij badass uit. Man, die guy, die guy. Ik was eerst een beetje bang, jongens. Ik dacht dat het dezelfde Pokémon was, in een andere vorm. Ik denk, nee, dit gaan ze toch niet doen. Maar gelukkig, ze hebben allebei een andere naam. Wat inhoudt dat het ook gewoon echt een hele andere Pokémon is. Ah. Oh. Oh man, die twee zijn tof. We zagen ook allemaal nieuwe Pokémon, zoals de schaap-Pokémon, Wooloo. Hij heeft een beetje van die pijpenkrullen. Die hebben de Joden ook. Dit is een Joods schaap. <laughs> ja, ik vind, hem, ik vind hem best wel cute. Ik verwacht dat dit gewoon een normal type Pokémon is. Hij zal vast ook nog wel een evolutie krijgen. Maar ik denk dat dit in ieder geval wel een veel voorkomende Pokémon is in de Gala-regio. Dan hebben we deze bloem- Pokémon Gusty Fleur. En die heeft hele sterke healing abilities. Dit is een Pokémon zoals je die in elke generatie wel ziet. Iets met een bloem. Ik vond hem op zich niet heel bijzonder. Het zal misschien een Bug-type of een Grass-type worden. Ik zie ook wel iets van een Fairy-type in deze Pokémon. Hij is wel leuk hoor. Leuke kleurtjes. Maar het doet me niet zo heel veel. Als je naar het gezichtje kijkt, dan lijkt het een beetje op een Solosis. We kregen ook de evolutie van deze Pokémon te zien. En dat is Eldegoss, een katoenen bloem-Pokémon. Ja. Ja, die heeft gewoon een hele grote bal hier op zijn achterhoofd. En dat zijn allemaal zaadjes. Dus deze kan sowieso healen, paralyzen. Nu kan ik erover nadenken. Misschien is het ook wel een Poison type Pokémon. Het is op zich wel een geinige Pokémon. Ik zou deze niet super snel in mijn team doen, maar het is oké. Okay, het is oké. Okay. Daarna kregen we de bijt Pokémon Dreadnought. Drednaw! deze guy moet ik wel hebben, man. Ik vind hem tof. Ik ben benieuwd welk type dit is. In eerste instantie zou je denken dat dit gewoon een steentype Pokémon is. Of zou dit een ground type zijn? Maar hij hij is ook blauw, dus dat laat je weer denken, alsof ze secondary type misschien wel water is. Hij heeft ook wel wat vormen dat hij wel eens elektrisch zou kunnen zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het type wat deze Pokémon is. Ik ga in ieder geval primary voor grond of steen. Dit zou er wel eens eentje voor in mijn team kunnen zijn hoor. Deze vind ik wel heel tof. En dan hebben we de raaf-Pokémon Corviknight. En dit vind ik de tofste niet-legendary Pokémon die nu is aangekondigd. Deze Pokémon ga je straks gebruiken als je fly kiest. Deze Pokémon kan je overal naartoe brengen waar je al bent geweest. In Pokémon Let's Go Pikachu en Eevee krijg je daar zelf een apparaatje voor. Maar hier ga je er weer een Pokémon voor gebruiken. En ik hoop dat Corviknight ook als battle-Pokémon een toffe Pokémon is. Want hij ziet er echt badass uit. Ja, en dit moet. Wel een Dark Type Pokémon zijn, toch? Dat kan toch niet anders? Kijk hoe donker die is! Dus dit zijn de 7 nieuwe Pokémon die we hebben gezien voor Pokémon Sword en Shield. Verder zag je dat er dus random encounters in zitten. Zoals we dat kennen van vroeger. Van onder andere Pokémon Sun en Moon. Dat je de Pokémon niet ziet lopen in de wereld. En dat ze opeens in beeld spawnen. Dit zal nog steeds zo zijn in Pokémon Sword and Shield voor de main game. En op zich kan ik daar wel mee leven. Want in Pokémon Sword and Shield in de Galar regio hebben we ook nu een wild area. En in de wild area lopen de Pokémon gewoon rond zoals je dat in Pokémon Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee kent. En het is een soort van safari's. Hier lopen allemaal Pokémon rond die je niet kan vangen op andere plekken in de game. En ik vind het fantastisch. Ik vind dat zo'n toffe mix. Want aan de ene kant hou je de spanning van welke Pokémon zal ik nu tegenkomen, omdat je ze niet kan zien. En aan de andere kant als je Pokémon Let's Go gewoon heel erg tof vindt en de stijl hoe je daar Pokémon vangt en de Pokémon ziet lopen, kan je dus gewoon lekker naar de Wild Area gaan en daar exclusieve Pokémon vangen. Ik vind het de perfecte mix voor deze game. Wat ook heel interessant is aan de Wild Areas is dat het weer er verandert. En dit zorgt ervoor dat de andere Pokémon spannen en het gebied er anders uitziet. En wat helemaal tof is aan die wild area is dat je daar kan connecten met andere spelers en dat je daar max raid battles kan gaan doen. Raids zijn natuurlijk super tof in Pokémon Go, maar straks kan je dat ook doen in Pokémon Sword en Shield. Dit is zo tof. Met maximaal vier spelers kan je battlen tegen een supergrote Pokémon. En die grote vorm dat noemen we Dynamax Pokémon. Dit zullen onwijs moeilijke battles worden die je soms misschien geen eens haalt en Uiteraard kan je deze Pokémon, die je dan hopelijk verslaat, ook gewoon vangen. En ik denk zomaar dat deze Pokémon speciale abilities gaan hebben. Dus deze Pokémon wil je hebben. Dynamax Pokémon zou je niet alleen daar tegenkomen. Je kan ook je eigen Pokémon laten dynamaxen. En dat is super tof. Hij blijft maximaal drie beurten in zijn Dynamax-vorm. En je kan zomaar verwachten dat je dit moet gaan inzetten tegen gymleiders, omdat zij hun Pokémon ook laten dynamaxen. Oh, en we hebben ook de meest. Populaire guy uit de Galar-regio gezien. En dat is Leon. Leon is nog nooit verslagen. Daarom is hij de meest populaire gast in de regio. Iedereen wil zijn handtekening waarschijnlijk hebben. Iedereen wil met hem op de foto. Want Leon is een baas. Hij ziet er best wel vriendelijk uit. Dus ik denk wel dat het gewoon een good guy is. Maar hij is dus de kampioen van Galar. En we hebben ook de rival al gezien. En dat is Hop. En ja, dat lijkt me ook gewoon een hele vriendelijke gast. Je gaat samen op avontuur. Net als hoe je in elke Pokémon-game een rivaal hebt aan het begin. Van het spel. Dit zijn ongeveer alle dingen die we hebben gezien in de Pokémon Direct. Maar wat vind ik nou de drie tofste dingen uit deze aankondiging? Op nummer drie zet ik de Team Battles. Het lijkt me zo vet om straks op stream op twitch.tv/slash Rikachu te gaan spelen met andere mensen uit de Rikachu Army. Om gewoon met z'n allen die super grote Pokémon te gaan verslaan. Als je dat wilt, join alvast de Discord. Het link staat hieronder in de beschrijving of hier ergens boven in een minuutje. Dan ben je helemaal ready voor als het zover is. Op nummer twee. Ik ben zo blij dat ze niet tegenvallen. Soms vallen de legendaries een beetje tegen, maar deze twee zijn zo tof. En Zamazenta is gewoon voor mij gemaakt. De baard-Pokémon. <laughs> en op nummer 1, wat ik het aller tofst vind, is de Wild Area. Omdat je daar gewoon de Pokémon weer lekker rond ziet lopen en dat het gewoon verandert van uh, klimaat of weer. Ik heb daar zin in. Ik heb zin om daar gewoon lekker uren rond te lopen en daar alle Pokémon te vangen die je daar kan vangen. Al met al moet ik zeggen dat ik redelijk hyped was. Nog niet voor 100%, maar na het zien van van deze Pokémon Direct is het weer helemaal terug. Pokémon Sword Shield komen uit op 15 november 2019. Ik ga ze sowieso halen. Jongens, ik hoop dat jullie dit weer een hele toffe video vonden. Doe in dat geval zeker even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo-videos. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv slash En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Muzzle!